Oh, de kleur alleen al. Dit met streepjes, ziet er prachtig uit. Hier staat echt mijn naam opgeschreven. Welkom terug bij weer een nieuwe video op YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. Misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. Vandaag heb ik wel een bepaald thema. Iedereen weet natuurlijk dat je echt voor meest uiteenlopende dingen naar Action kan. Je kan er echt altijd wat vinden. Maar vandaag heb ik even ingedoken in de basics van Action. En ik heb een beetje rondgekeken in de categorie van linnen. Dus ik heb even bij de badkamerafdeling gekeken, slaapkamerafdeling, keuken. En ik heb daar een heleboel basics vandaan getoverd. En die wil ik eigenlijk heel graag aan jullie laten zien. Ik was eigenlijk best wel verbaasd over wat ik allemaal kon vinden. Ik heb nooit echt bijvoorbeeld goed bij de beddenafdeling gekeken. Wat voor leuke, mooie beddengoed ze daar hebben. Of kussens en dekens. Je kan er echt van alles vinden. Maar ik heb in ieder geval echt een tas vol verzameld. En we gaan even kijken wat ik allemaal heb meegenomen. Als allereerste heb ik een badmat. En deze heb ik dus al thuis in een andere kleur. Maar ik heb hem nu ook in het wit. Dus heel handig als ik die andere in de was heb, dan kan ik deze neerleggen. Badmat van 50 bij 80 centimeter. Hij is heerlijk zacht. Je hebt hem dus in meerdere kleuren. En ik zal even vertellen wat het kost. En deze kost €5,95. Dus echt een hele prima prijs voor een badmat. En hij is echt heerlijk. Dan, even kijken, wat heb ik nog meer voor badkamer? Oh ja, oh, deze zijn mooi trouwens. Oh, de kleur alleen al. Ik heb dus twee handdoeken gekocht. Of zoals zij het noemen. Oh ja, gewoon een handdoek. Het is van Hotel Royal Premium Quality. En dit is dus best wel een grote. Het is 70 bij 140. Normaal gesproken heb ik echt kleinere handdoeken. Maar ik vind het ook wel chill om te geven aan mijn bezoek die hier blijft staan. Want iedereen heeft het altijd over mijn kleine handdoeken. Oh, ik vind hem echt heel mooi. En jongens, deze kleur. Leuke details hier ook trouwens. Ja, ik vind hem echt, echt, echt heel mooi. En ik heb daar dus twee van. Maar je hebt ze trouwens ook in verschillende groottes. En deze kosten €5,95 per stuk. En daarbij heb ik dus matchende... Wow, ik ben even het woord kwijt. Washandjes. En dit is een verpakking met 3 washandjes. Dus precies dezelfde kleur. En deze kostte €2,39. Dus echt een hele goede prijs voor 3 washandjes. En ze zijn ook echt prachtig. Dan ging ik even doorlopen en kwam ik bij keukenafdeling. En ik ben helemaal eigenlijk van het groene en het blauwe. Net als wat je ziet ook bij deze handdoeken. En ik heb heel veel groen in mijn huis. Ik zit letterlijk op groene stoelen. Maar blauw vind ik tegenwoordig dus ook steeds leuker. En toen zag ik dit. Want ik heb dus laatst, en ik weet even niet meer bij welke shoplog dat was. Maar ik heb laatst groene groene theedoeken gehaald. En nu heb ik dus een setje met blauw handdoekje en een blauwe theedoek gekocht. Even kijken. Dit is hoe die eruit ziet. Een klein handdoekje voor in de keuken. Echt een prachtig mooie kleur. En leek me dus heel leuk om dan een theedoekje te hebben die daarbij past, daarbij matcht. Want ik heb dus twee haakjes in de keuken. Oh ja, hier is dat ding. Ik heb dus twee haakjes in de keuken. En dan kan het zo lekker matchy-matchy naast elkaar hangen. En theedoek ziet er zo uit. Je had hem ook in andere printjes. Dus de andere kant. Ik zal even kijken wat het kost. Oké, theedoek kost €1,49. En handdoekje is €1,59. Dus mega chill. Letterlijk voor net iets meer dan €3 heb je dit setje al. En toen ben ik dus doorgelopen naar de slaapkamergedeelte. En ik moet zeggen, ik had er letterlijk nog nooit in gekeken. En ik snap nu eigenlijk helemaal niet waarom niet. Maar je hebt daar letterlijk hele kussens en hele dekbedden. Nou heb ik dat nu helemaal niet nodig. Maar je kan ze daar wel scoren voor een hele goede deal. Dus even een tip van Flip. Ik heb het zelf niet gekocht. Maar misschien heeft iemand anders het nodig. Het is in ieder geval echt de moeite waard om daar te kijken. Ik heb wel even tussen dekbedovertrek en hoeslakens en zo gekeken. En ik heb van beide wat meegenomen. Dus ik heb van Hotel Royal een dekbed set. Dekbed overtrek set gekocht. Ik heb het
2 meter bij 2,20. Ik ga ervan uit dat mijn dekbed zo groot is. Ik hoop het. En je hebt 2 kussenhoesen erbij. Maar je hebt deze ook voor 1 persoons. Ja, voor 1 persoons met 1 kussenhoes. Maar ik heb een 2 persoons dekbed met 2 kussens. En het is zo schattig. Maar je krijgt, het zit echt letterlijk in een hoes. Wat misschien ook wel handig is als je het bijvoorbeeld uitgewassen hebt. Om het dan weer terug in de hoes te doen. En dan weet je altijd dat alles bij elkaar is in de kast. Alleen dan moet ik dit nog wel even open krijgen. Yes. Oké. Wacht, maar de buitenkant. Je ziet helemaal aan de buitenkant hoe die eruit ziet. Dus je ziet van die streepjes. Zie je dat? Ik heb voor wit gekozen. Misschien niet zeg maar allerbeste wat ik had kunnen doen. Omdat ik best wel vaak zelfbruiner gebruik. Maar goed, we zullen zien hoe dat gaat. Ja, trouwens, wat ga ik ook nu laten zien? Ik laat even de kussens lopen zien. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het even in de wasmachine gooien. En dan doe ik mijn bed. En dan laat ik even aan jullie zien hoe dat eruit ziet. Ja, want dit is letterlijk gewoon wit met streepjes. Ziet er prachtig uit. Het voelt trouwens ook wel gewoon chill. Beetje glad. Hou ik wel van. Dus deze heb ik gekocht. En ik moet zeggen, de prijs viel me heel erg mee. Want het kost €24,95. Voor een hele set. Dus 1 persoons is natuurlijk ook nog eens goedkoper. Maar voor dekbed set overtrek set. Is dat een hele goede prijs. Dus dat heb ik gekocht. En ik heb dus nog een hoeslaken gekocht. En al mijn hoeslakens zijn eigenlijk allemaal wit. Totdat ik deze kleur zag. En hier staat echt mijn naam opgeschreven. En ook dit zit alweer in zo'n soort hoesje. Echt heel schattig. In ieder geval, ik heb hier 140 bij 2 meter. Volgens mij is mijn matras 1,40. Of misschien 1,60. Volgens mij 1,40. Dus ik hoop dat die past. En zelfde. Ja, weet je. Wow. Hallo. En weet je, ik kan het natuurlijk wel laten zien en zo hoe dat eruit ziet. Maar je krijgt er niet echt een goed beeld bij. Dus ook dit ga ik even uitwassen en dan doe ik om mijn bed. En oh, dat is eigenlijk heel leuk. Dan heb ik eindelijk een niet-witte hoeslaken met witte dekbedovertrek. Waarom is het zo moeilijk? En dat zou er best wel leuk bij elkaar uitzien, denk ik. Dus dat ga ik even doen. Voelt gewoon lekker. Is het gewoon met zo'n elastiek? Even kijken hoor. Ja, is gewoon met een elastiek gewoon een hoeslaken. Het is ook helemaal niet heel boeiend om het zo te laten zien. Maar ik vind de kleur trouwens wel echt heel mooi. Dus deze heb ik ook gekocht. En even kijken, wat kostte deze? €8,49. Dus heel chill. En volgens mij zijn ze allebei van 100% katoen. Nou moet ik dat niet zo hard schreeuwen. Oké, dus de hoeslaken is 100% gekamd percale katoen. Ik weet niet of dat een andere soort katoen is. Of dat het gewoon normale katoen is. En dit is... ja, dekbedovertrek set van 100% katoen. Dus heel erg chill. Iets wat niet helemaal van textiel is, maar wat wel mega handig is. En wat ik aan jullie echt als tip van Flip wil meegeven, is de Color Catcher. Heel handig voor in de wasmachine. Want ik zag het allemaal bij elkaar. En vooral met nieuwe handdoeken. Die handdoeken zijn best wel donker. Die ik ga wassen. Ik wil niet dat de rest van mijn handdoeken gaan verkleuren. Als ik het in de wasmachine gooi. Dus ik vind het echt ideaal om dan zo'n color catcher in te doen. En mocht je het niet kennen. Dat is letterlijk gewoon... wacht, ik maak het even open. Dat is zo'n papiertje eigenlijk. En die doe je dus in de wasmachine. En dan doe je de was erbovenop. En dit gaat alle kleur opvangen. Dus dat is gewoon ideaal. Dat voorkomt verkleuringen. Dus ik heb even lekker rondgeneuzeld tussen de basics bij Action. Mocht je dat ook willen doen. Onthoud hem goed. Wacht niet te lang. Ook als je iets leuks hebt gezien. Wacht niet te lang om naar Action te rennen. Want sommige dingen raken snel uitverkocht. En dan komen ze nooit meer terug. Misschien omdat het de basics zijn. Dat ze dan wel wat langer op voorraad blijven. Maar je weet maar nooit. Dus ik zou maar gewoon zo snel mogelijk heen gaan. In ieder geval, dit was mijn shoplog van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!